hebben hier dus echt maanden aan gewerkt. Wie staat erop? Mama. Maakt niet uit, dit is gewoon het leven zoals het is. En ik upload ook gewoon. Maak het niet zo dramatisch, joh. Jeetje. Zondag, kom, begin het ook geweest vandaag. Nou, Bobbietje, zeg het toch maar even dan. Wat is jouw allereerste woordje? Goedemorgen, het is vandaag woensdag en je kijkt weer naar een nieuwe weekvlog. Ik zit in de auto. Ed die is mij nu naar het station in Den Bosch aan het brengen. Want ik ga vandaag gezellig met Sanne naar de 9 maandenbeurs. Helemaal leuk, want ik ben daar dus nog nooit geweest. Maar ik zie er wel altijd heel veel van voorbij komen. En nou, alles wat met moeders en zwanger en baby's te maken heeft, vind ik altijd heel erg leuk. Dus ja, ik heb er helemaal zin in. Het heeft alleen gesneeuwd. Dus ik ben heel benieuwd of de treinen wel fatsoenlijk rijden. Want bij een klein sneeuwvlokje is het heel vaak al een beetje mis. Dus nou, duim met me mee dat dit goed gaat straks. Omdat ik niet uren sta te wachten op een perron. Want daar heb ik natuurlijk niet zin in. Zo, ik ben er al. Super fijn. Trein rijdt helemaal op tijd. Ik had lekker een plekje om te zitten. En nu ben ik dus op station Rij Amsterdam en ga ik zo meteen Sanne zoeken. Zo, ik heb Sanne gevonden. En wij zijn eigenlijk al best wel een tijdje lekker aan het rondlopen hier. En ja, ik vind het helemaal leuk. Ja, ja, echt heel veel leuke merken, allemaal ideeën, leuke stands, leuke producten. Dus wij maken echt wel verder. Nou, wij gaan even lekker een broodje eten en ik heb een heerlijk broodje met, wat zit er eigenlijk op alweer, Sanne? Hummus en gegrilde groenten en sla. Nou, heel lekker, laatstje erbij en dan kunnen we zo weer lekker verder. Oké, we gaan heel stiekem even, oh, dit is ook heel leuk. Hoe leuk is het om te krijgen als je op kraamvisite of zo ergens gaat en zo? Ja. Oh, dit shirtje heeft herinneringen. Even kijken. Deze hadden Bobby en Charlie in het ziekenhuis allebei altijd aan. Oh, zo cute. Oh, zo leuk. Tijd gaat zo snel. En toen was ik ineens weer thuis. Het was echt super leuk bij de 9 maandenbeurs. En treinreis helemaal top gegaan. Alles ging lekker snel. Nu thuis. Ed heeft al gekookt. Bobby en Charlie zit aan tafel. Dus we kunnen eigenlijk gewoon lekker meteen gaan eten. En we eten lekker deze curry. En er zit rijst in. En ik hou ervan, ik vind het helemaal lekker. Ja, vegetarische curry zonder vlees vandaag. En wij hebben vandaag het allerleukste pakket ooit binnengekregen. We hebben hier dus echt maanden aan gewerkt. En nu is eindelijk is de proefdrukker. Het nieuwe Fit Mama Summer Body Program boek. Het is echt ja, mooi hè. Wie staat erop? Mama. Mama! En aan de achterkant? Ik. Jij? Nee. Ik sta er wel. Jij staat er niet in. Ik ga er later nog even meer over vertellen. Maar we gaan op 23 maart gaan we beginnen met het Summer Body Program. En daar hoort dus dit super toffe boek bij. Met allemaal recepten. Met allemaal opdrachten. Met modules. En nou, helemaal vet. Ik ben helemaal blij zoals je kan zien. Er is iemand een heel eigen gesprek aan het voeren op dit moment. We moeten een komitaal weg. Ja, is oma Gilles het ook geweest vandaag? Ja, die was ziek. Wat was die ziek of vervelend? En Jackie dan, was die ook mee? Nee. Is oma Gilles het ook niet wezen eten dan? Jawel. Oh, dat wel. Gelukkig maar eventjes. Later. Ja. Oh. Wil je nog een keer proberen? Doe maar. Zal ik jou neerzetten? Let op. 1, 2. Doe ik jou neerzetten? Zo. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. En ik zit heerlijk met dit kleine jongetje lekker op bed. Donderdag is mijn werkdag. Ik ben dus ook aan het werk. Maar wel vandaag in ieder geval tot vanmiddag heel eventjes lekker op bed.
ja, Bobby en Charlie zijn al een week ziek. En die slapen niet helemaal goed 's nachts. En ik ben zelf ook niet helemaal fit ervan. Dus ik dacht, Kimberly, je moet ergens een keer een beetje rustig aandoen. Dus vandaar dat ik nu heerlijk eventjes hier gewoon in mijn badjas op bed aan het werk ben. Wel gewoon lekker door aan het doen. Maar wel net even iets relaxer dan. Helemaal aangekleed, 's ochtends vroeg al de deur uit en naar kantoor. En dat. Dus wat dat betreft heb ik natuurlijk geluk dat ik soms gewoon die keuze kan maken. En nu gaan wij stiekem naar beneden om koffie met een chocolaatje te halen. Want het is tenslotte toch een beetje feest als mama thuis aan het werk is. En papa ook in zijn badjas. Ik zal je niet filmen. Nee? Nee, dat wordt niet. Nee, daar wordt niemand blij van. Het is toch een beetje feest als mama thuis is. Dus wij komen koffie halen met feest? Een chocolaatje. Ja. Oh, lekker. Hoe is het, chef? Spellingsfoutjes? Chocolaatje. Ja, ik film je alleen tot hier, hè? Oh, ik denk gewoon, oh, dan kan ik gewoon niet. Het heeft zijn baard afgeschoren. Gaat erop. Oh, nee. Grapje. En ook deze twee dametjes, nog een beetje moe, zijn ondertussen aangeschoven bij ons op de werkkamer. Deze hier ligt hier nog steeds. En ik heb hier mijn werk. Het is toch wel echt een voordeel om af en toe even thuis te werken, want het heeft een hele lekkere lunch gemaakt voor mij. Het is een mais wrap en daar zitten bonen in, avocado zit erop, een limoentje, dat ga ik er dan even zo over uitknijpen. Verse koriander, rode ui, bosui, even kijken hoor, komkommer, paprika en veldsla. Het is geen maiswrap, maar het is een wortelwrap. Oh, sorry jongens, het is een wortelwrap, geen maiswrap. Ik hoor allemaal giechel en geklets uit de kamer van Bobby en Charlie. Zo leuk om te horen, even kijken. Hé meisjes. Zijn jullie allemaal aan het kletsen samen? Is het gezellig hier? Is het gezellig hier? Ja, leuk hoor. Leuk, gaan jullie mee naar beneden? Het is tijd voor een flesje. We zijn vandaag allemaal in het roos. Ja, kijk, jij bent in het roos. Jouw zusje. Hi, je bent ook in het roos. En mama is in het roos. Ja, dat is gezellig. Ben je er zelf ook blij mee? En ik was trouwens zelf net lekker bezig met het invullen van het boek toen Bob en Charlie in bed lagen. Ik zal hem nog even wat beter laten zien. Dit is dus het Summer Body boek en deze komt 2 dagen nadat deze video online komt, komt de mogelijkheid om deze te bestellen online. Dus hou even de website daarvoor. Ga eens even goed dicht, schat. Oké, daar zitten we weer. Dus houd even de website daarvoor in de gaten. Het is echt een heerlijk dik boek geworden. Ik ben er helemaal blij mee. Maar ik ben dus aan het werk in het boek, want ik ben aan het plannen voor aankomende maandag. Even kijken, waar staat het? Het is moeilijk met 1 hand filmen en een baby vasthouden. En dan nog bladeren. Ja, hier staat het. Ik ben bezig met een weekplanning. Ik heb hier alvast mijn workouts voor deze week, zeg maar, of aankomende week ingepland, alle 3. En dan heb ik hier voor aankomende maandag. En die ga ik dan ook nog invoeren zometeen in de app. Zodat ik zeg maar en hier op papier en in de app alles gepland heb. En dan lekker een overzicht heb voor de hele week. En dit is dus het overzicht in de app. Dus dan zie je dat ik maandag heb ik een cardio hit training gepland. Woensdag heb ik een strength. Maar ga ik met Ed samen trainen. Dus deze kan nog vervangen worden voor even samen trainen. En deze is dan vrijdag of zaterdag. En dat is een boxing work cardio hit training. Dus dat is zeg maar voor deze week wat ik heb ingepland. En ik dacht, ik laat jullie een keer zien, want volgens mij doe ik dat echt nooit. Dit is echt heel typerend. Deze dame blijft altijd bij de moeder in de buurt. Die wil ook heel graag altijd vastgehouden worden en vindt het allemaal ja, gewoon. En deze dame daarentegen is altijd weg. Op zoek naar dingen. Ja, jij. Ik heb het tegen jou. Kan geen 1 minuut op schoot zitten, want dan wil ze eraf. En deze wijkt niet van je zijde. Ja. Zo leuk om toch die verschillen echt heel duidelijk te zien. Het is avond en wij gaan heerlijk lekker op de bank eten. Deze twee dames die zijn hier heel veel geluid aan het maken met z'n tweeën, met die blokjes. Kijk eens, mop. Oh, kijk. Ziet er goed alsjeblieft. Uit. Heerlijk. Zo, dan gaan we eens even kijken wat er nog in de supermarkt is. Deze week is bekend geworden dat de eerste coronapatiënt in Nederland in Tilburg zit.
Dus volgens mij is iedereen een beetje aan het hamsteren naar handgel en naar houdbaar eten, et cetera. En eerlijk te zijn, dacht ik zelf ook, ik moet toch maar even wat desinfectiegel gaan halen, als dat er nog is. Waarschijnlijk niet. En een paar extra blikken met bonen en zo. Nou, niks aan de hand hoor. Alles staat nog helemaal vol. Dus Kim die gaat toch maar een beetje inslaan. Zo, ik ben weer thuis en ik heb mijn kleine jongen weer opgehaald. Helemaal fijn, hij heeft het leuk gehad hè, bij opa en oma, hè? Ja, nu gaan we even de boodschap opruimen. Het is inmiddels 11:15, dus ik moet een beetje haast. Volgens mij is dit echt de meest saaie weekvlog ever gewoon. Hoezo? Ja, gewoon. Dat weet ik niet, dat gevoel heb ik gewoon of zo. Dat komt misschien omdat je ongesteld moet worden, dat is het. Ja, niks is dan leuk of zo, dat is het. Ik vind dan mezelf ook niet leuk. Nee, en mij ook niet. Dat, nee, jou vind ik ook niet leuk. Ik vind jou ook bloedirritant. En ik vind dan dus ook de weekvlog niet leuk, omdat ik dan niks leuk vind. Ja, dat is gewoon zo. Ik heb zo'n app waarop ik het bijhoud. Maar dan hoe je dit doet, zeg maar, dat is precies ja, hoe je bent. Ik hoef het ook niet bij te houden. Nee, ik hoef het helemaal niet te zeggen. Ja. De hele omgeving hier weet het. Nee, grapje, dat is een grapje. Maar jij weet het wel. In ieder geval. Maar goed. maakt niet uit. Dit is gewoon het leven zoals het is. En ik upload ook gewoon. Maak het niet zo dramatisch, joh. Jeetje. Oh nee jongens, het wordt toch nog leuk, want Ertie heeft besloten dat hij vandaag alles wil gaan opruimen. Ik wil sowieso iets gaan doen aan deze, kijk. Want de vaatwasser zit vol, er staan borden op tafel en dit is wat we nog hebben. Ik denk dat we minimaal 40 borden hebben en we zijn met 5 personen in huis. Dus ik denk nog wel meer. Ja, ik denk ook wel meer, dus dit moeten we gewoon echt opruimen. En als je dan afvraagt hoe dat komt, al die borden en bestek. Interessant content maken. Nee, grapje. Even aan het wandelen met Ramos. En volgens mij is hij in slaap gevallen. Hij was natuurlijk gaan logeren. En heel de middag zijn die vrienden van ons die zijn geweest. Het is nu 16:45 en ze zijn echt net weg. Dus volgens mij is hij echt super moe ervan. En is hij echt na 10 minuten in slaap gevallen in een kinderwagen. Dat doet hij nooit. Dus, maar ik vind het altijd zo schattig. Ik ga eten maken. Eigenlijk zou ik vanavond risotto maken. Had ik ook super veel zin in. Alleen, we hebben best wel veel gegeten en zo vanmiddag. Dus ik dacht, nou, laten we dat toch maar doorschuiven naar morgen of maandag. Nu ga ik soep maken met allemaal groenten die ik heb. Ga ik zo meteen laten zien. En ik had kip voor de risotto. Ja, dus die gaan we er maar gewoon lekker apart bij eten. Een beetje kruiden en zo. En de soep maak ik dan met pompoenblokjes uit de vriezer. Courgette met zoete aardappel. Hier pak ik een klein stukje van gember. 1 ui. Hier pak ik er 1 van, denk ik. Want dan heb ik er nog eentje, zeg maar, voor morgen overmorgen. Een paprika en tomaten. En wat ik dus ga doen, ik ga dit koken in water. En geen kruiden of wat dan ook erbij voegen. Als het dan helemaal gekookt is en gepureerd, dan ga ik het voor Bobby en Charlie uitscheppen. En dan ga ik er voor ons nog kruiden bij doen. Zodat ik niet 2 keer hoef te koken, maar zij gewoon mee kunnen eten met ons. Soep staat op, alleen dan zonder de broccoli, want dat werd echt veel te veel. Goedemorgen. Zeg maar goedemorgen. 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 Zeg maar hoi. We zijn aangekleed zoals je kan zien. En we gaan lekker spelen. Wie komen de koffie drinken? Opa? Opa Tori. Jawel. Opa? Ja, opa ook. En nee, we moeten nog stoelen bijpakken, dat klopt. We hebben namelijk een heel arsenaal aan kinderstoelen aan onze tafel staan. 3 maar liefst. Dus als er dan mensen op visite komen, dan pak ik even wat stoelen van zolder of van buiten. Want hiervoor kunnen Bobby en Charlie anders niet spelen als ze allemaal hiervoor zitten. Dus, en dat heb ik vanochtend tegen Ed verteld en daarom weet Ramos dat natuurlijk ook nu. Nou, er worden hier hele stappen gemaakt. Want Charlie is inmiddels overgegaan op lekkere harde broodjes met tomaat. En Ramos? Ja, maar ik eet deze ook. En Ramos eet er ook 1 en Bobby die wil niet. Zo, daar gaan wij.
visite weer weg. En wij gaan een stukje fietsen buiten. Of tenminste, ik ben lopend en Ramos is op zijn fiets. Ik hoop dat het niet gaat regenen, want het ziet er een beetje donker uit. Maar hij kon niet meer wachten en wilde nu naar buiten. Dus we gaan gewoon. Oké, links of rechts? Links, oké. Hoe is mijn plafond? Ga er maar omheen. Ik heb eventjes lunch gemaakt om mee te nemen voor mijn werkdagen deze week. Ik vind brood altijd heel lekker en dat neem ik ook 9 van 10 keer mee. Maar af en toe vind ik het ook fijn om heel eventjes iets anders, zeg maar, te eten dan brood tussen de middag. Zoals bijvoorbeeld dus een couscoussalade. En daar heb ik dan in zitten couscous, rode bietjes, vette kaarsjes en een augurk en een rood uitje. Dat allemaal gemixt door elkaar. En dan heb ik 1 wat groter bakje en 1 kleiner bakje. En dan doe ik nog wat nootjes of zo er doorheen. En dan heb ik even net een keer een andere lunch dan mijn gewone boterhammen. Dus misschien is dat nog wel een tip voor je. Waar je iets mee kan voor deze week. Wij gaan lekker douchen. Ja! Charlie zit al in de douche. En Bobbetje die ga ik nu uitkleden. Dan gaat ze ook lekker douchen. We hebben een heel douchefeest. Heel douchefeest hebben wij op zondag hier. Maar wel chill. Het is nu 4 uur. Gaan we daarna koken en dan kunnen de meisjes ondertussen nog even slapen. En dan na het eten kan iedereen lekker naar bed, rettiketet. En je hebt er zin in, hè? Je hebt er zin in, hè? Ja. Ik moet altijd heel hard lachen, want Etty kan ze dus heel vaak niet uit elkaar houden. Als hij dan bijvoorbeeld naar boven gaat, als ze dan in bed aan het huilen zijn. En dan zeg ik, wie was er aan het huilen? Zegt hij, ja, die ene bij het raam. Omdat hij dan gewoon eigenlijk in 1 oogopslag niet heeft gezien wie is. Iedereen in onze omgeving die vindt het heel moeilijk om ze uit elkaar te houden. Terwijl ik het gewoon, ik zie niet eens overeenkomst of zo. Ik vind het zo raar dat mensen het niet zien. En voor mij zien ze er zo anders uit, allebei. Maar het zal een soort van tweelingmoederinstinct zijn of zo. I don't know. Maar ik weet niet. Ik zie gewoon de overeenkomst eigenlijk niet eens echt. Nee, dat zie ik niet eens. Krijg jij ook blonde haartjes later? Oh, wat ben je toch knap zo. We hebben een heerlijke zondagmaaltijd. Lekker frietjes uit de oven. Met mayonaise en met kipnuggets. En met de Ramse favoriete groenten, doperwten en worteltjes. Lekker jongen? Ja hè? Yummy. Yummy, yummy. Ik hoor volgens mij papa. Ja, echt. Hij zegt echt papa. Nou, Bobbetje, zeg het nog maar even dan voordat wij de vlog gaan afsluiten. Wat is jouw allereerste woordje? Ja, toch wel verrassend nieuws over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. En dat was gewoon haar eerste woordje. Zo leuk, ik ben helemaal trots op haar. En Ed natuurlijk helemaal. Gisteren hoorden we het al best wel vaak. Alleen elke keer als ik het wilde filmen, dan deed ze het niet meer. Dus, maar nu hebben jullie het toch nog gehoord vanochtend. Ik ben aan het werk al eventjes een paar uur. Dus ik ga nu ook de vlog afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Doe gezellig weer een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer op het kanaal. Ik zie jullie volgende week weer. En tot dan. Doei!